AstraZeneca-vaccin is redelijk goed bestand tegen de Delta-variant van het COVID-19-virus. Dit zei minister Amar Ramadan van Volksgezondheid vandaag voor de aanvang van de raadsvergadering. Minister Ramadan stelt dat dit gegeven een pluspunt is, gezien het feit dat Suriname haar burgers voornamelijk met AstraZeneca heeft gevaccineerd. Echter blijft hij zeggen dat in landen waar er een hoger vaccinatiegraad is, de Delta-variant toch een groot zorgpunt is voor de overheid. Hij meent dat er daarom gekeken moet worden met welke vaccins die landen het meest hebben gevaccineerd. Daarnaast moeten we in Suriname ook ervoor waken dat de Delta-variant niet binnen onze grenzen komt. Ik heb geen tijd gehad hoor, eerlijk, om zelf te gaan kijken naar de landen waar Delta is opgedoken, met welke vaccins men daar heeft gevaccineerd. Omdat je dan een idee hebt. Want stel, het zouden landen zijn waar overwegend geen AstraZeneca gebruikt, dan zou je kunnen stellen dat we feitelijk niet bang hoeven te zijn. Ik ben me ook van bewust dat Delta anyway binnen kan komen. We hebben wel een duidelijk beleid gezegd, volledig gevaccineerd, met een negatieve PCR. Wat is het risico dat een besmet persoon binnenkomt? Zolang dat goed gaat, legaal, ben ik wat dat betreft niet bang. Maar we weten ook dat je over de Marowijn rivier kan zwemmen. Dat je over de Konantier rivier kan varen. Maar ook dat het meest zuidelijk deel van Suriname, het dorp waar mensen wonen, op 1 uur loopafstand is van Brazilië. Dus nogmaals, er kunnen mensen komen van alle kanten. En wij zijn ons ervan bewust. Het enige wat ik zeg... Volgens Ramadan stuurt het ministerie van Volksgezondheid elke week analyses van besmettingen op naar het buitenland om getest te worden op de genetische ontwikkelingen van de Delta-variant. Hij zegt dat wanneer de Delta-variant in Suriname geïdentificeerd wordt, het COVID-beleid aangepast zal moeten worden. Want we moeten gaan kijken welke impact het heeft. Wat zien we nu? Na weken zijn we nu een keer onder de 30%. We zien een steady decrease, maar wel stabiel langzaam. Dus die samenleving is ook deels verantwoordelijk voor de maatregelen. Hoe kunnen wij garanderen dat die samenleving eigenlijk blijft, de Mohana blijft naleven, zich zoveel mogelijk laat vaccineren? Want je ziet het al. Ik kan u zo een plaatje wijzen wat ik vandaag heb gehad, waarbij we duidelijk zien dat het gemiddelde, weekgemiddelde per dag behoorlijk is gaan dalen. Als ik dit wijs aan u, dan ziet u het al. Waar we zitten in die derde golf. Kijk hoe groot die derde golf is. En je kijkt wat het weekgemiddelde is van 13 juli, die laatste. Je ziet dat zelf, waar we naartoe gaan. Dus wat ik zeg, een langzame daling. Kijk, we zitten nu eigenlijk op het niveau van 10 mei. Ja, dus dat gaat nog een paar weken duren. Ik zei het al, rond de tweede week juli. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd, maar in het begin in het parlement had ik gesteld. Rond de tweede week juli, derde week juli, eigenlijk eind juli, zullen we merken dat we weer een beetje eruit komen. Maar daar is die verantwoordelijkheid van die samenleving ook belangrijk. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid. Hij begrijpt dat mensen terug willen naar het normaal leven. En daar werkt het ministerie gestadig aan. Maar de eigen verantwoordelijkheid van de burger in dit proces is ook belangrijk. Aldus minister Ramadan.